en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag 19 juni en ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Oké, het is vandaag vrijdag. Ik begin de vlog een keer op vrijdag, want ik had deze week stageweek. Dus ik heb toen helemaal niks gefilmd. Dat heb ik ook in mijn vorige weekvlog gezegd. En ik dacht, misschien is het wel handig als ik mijn weekvlogs op vrijdag begin. Want dan heb ik gewoon iets langer om te editen. Dus ik ga voortaan mijn weekvlogs op vrijdag editen en dan komen ze maandag online. Dat leek me wel heel erg handig. Ik heb deze week de stageweek, alleen ik heb zo meteen een toets. Als ik deze toets haal, dan heb ik mijn propedeuse van vorig jaar, want dit was... En die andere heb ik gehaald, dus nu moet ik die doen en dan... heb ik mijn P, dus laten we hopen dat het lukt. Doordat ik stageweek heb ik niet zo heel veel kunnen leren, dus dat is wel vervelend. Ik heb net heel veel leuke pakketjes binnengekregen, dus daarom wilde ik ook heel graag beginnen. Ik had ook een pakketje van Naked, dus die ga ik ook even uitpakken en aan jullie laten zien. Echt alles in mijn kamer is een troep, dus ik ga maar gewoon even hier zitten. Ik heb dus een pakket van Naked en ik heb altijd kortingscode Janette 15. Maar de samenwerking loopt altijd via Instagram. Dus als je dat wil zien, moet je dat even bekijken. Maar ik dacht, ik laat het ook gewoon even hier zien. Want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Oké, ik ben heel benieuwd. Volgens mij had ik wel wat dingen besteld die ik niet zo snel zelf zou bestellen. Gewoon omdat ik, als ik het mag uitkiezen, vind ik dat altijd gewoon heel erg leuk. Als eerst zie ik een wit jurkje. Deze is heel erg mooi. Hele mooie stof. In het wit. In een maatje 36. Een heel schattig wit jurkje. Oeh, ik ben echt heel erg blij. Dan heb ik een nieuwe blazer. Oké, ik heb een donkergroene blazer. En hij is eigenlijk wel een beetje dezelfde kleur. Oh nee, deze is lichter. Maar ik vind groen gewoon heel erg leuk bij mij staan. En blazers vind ik altijd heel erg leuk. Oh, het is zilver. Daar ben ik blij mee. Ja. Ik weet niet of ik het heel goed kan laten zien. Maar volgens mij was het dus ook een jurkje. Ja, een blazer dress. Dus ik moet even kijken. Misschien doe ik hem los. Misschien doe ik hem wel echt als jurkje aan. En hij is wel een beetje oversized. Want ik had hem in de maat 36 omdat ze geen andere maat meer hadden. Dan iets zwarts. Oh ja, ik weet al wat het is. Namelijk... oh, het stofje vind ik niet heel fijn. Maar ja, dat kon ik natuurlijk niet zien. Het is namelijk een zwarte top. Ik moet het even goed laten zien. Aan de voorkant is die gewoon heel erg basic. Maar de achterkant is die dus helemaal open. En dan moet je hem dus vastmaken met deze twee touwtjes. En ik zag dit bij het model en ik vond het heel erg leuk. Alleen wat ik dus jammer vind, dat het een beetje zo'n badstof is. Want dan schijnt het waarschijnlijk wel een beetje door. Dus ik denk dat ik er wel even een plak BH onder moet doen. Maar dat is op zich niet heel erg erg. Ik vind hem er wel heel erg leuk uitzien. Dan het laatste item. Dit zou ik zelf echt nooit bestellen. Ook in het groen. En het is namelijk zo'n hele lange jurk. En ik dacht, dit is wel heel erg leuk voor het strand. Of voor de vakantie die niet doorgaat. Maar dat maakt niet uit. En het is dus een hele mooie groene kleur. Lichtgroene kleur. Ik denk wel dat ik een maatje kleiner moet bestellen. Of niet? Zo, hij stinkt. Jeetje. Oké, maar het is dus echt een hele lange groene jurk. En ik denk dat hij wel iets boven de grond komt. En dan heeft hij aan de bovenkant dit. Heel erg leuk. Ja, dit moet ik gewoon echt aanzien. Dan kan ik er pas een mening over geven. En hij heeft dus allemaal van die kleine knoopjes. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ben heel erg blij met de items. Het is even iets later. Ik heb me omgekleed. Ik heb gewoon... deze polo aan. En ik heb voor het eerst weer een flarebroek aan. En ik droeg dit echt elke dag. En ik ben er een beetje van afgekomen. Maar met toetsen en zo vind ik het gewoon heel, heel erg lekker zitten. Dus dan draag ik hem gewoon weer. Ik ga nu naar school met de auto. Want dat is nu wel het veiligst. Ik weet niet hoe de school eruit gaat zien. Ik ben echt zo lang niet geweest. Ik vind het echt bizar dat we weer gaan. En ik neem mijn spullen mee, dan ga ik mijn toets maken. Ik zal mijn camera meenemen, zodat ik even in de auto muziek kan luisteren en even filmen, want er zijn nieuwe liedjes uitgekomen. Ik ga nu naar, nu naar de auto toe. Ik zit nu in de auto.
En ik ga nu onderweg naar school. Ik ben best wel zenuwachtig. Maar ik ben ook wel iemand die snel zenuwachtig is. Ik zal even de nieuwe liedjes laten horen. Ik heb zelf ook nog niet geluisterd. Nou, je had wel van Bilal dat het nieuwe liedje kwam van Tigers. Die eerst op TikTok ook helemaal rondging. Alleen toen stond hij nog niet op Spotify. Dus ik ga hem nu even voor het eerst luisteren. Oh, het lijkt wel een andere versie dan normaal. Ik ga hem eventjes afluisteren. Ik zal niet de beweging erbij maken. Dan was er een nieuwe liedje van Jonna Fraser vandaag online gekomen. Vakantie heet die. Die vind ik wel echt heel erg leuk. Ik moet natuurlijk gewoon nog vaker horen, maar mijn eerste indruk is goed. Dan was er nog een liedje uitgekomen, namelijk Deja Vu. En die zag ik dat Ronnie Flex die had online gezet op Instagram, dat hij een bericht erover had gepost. Maar het is samen met dat ene meisje, ik weet even niet hoe zij heet. Oké, ik ga mij even in de auto luisteren, want ik moet nu echt naar school. Anders kom ik ook nog eens te laat van mijn toets. Dus dat ga ik nu doen. Ik ben al een tijdje weer thuis. Ik had mijn toets gemaakt. Ik weet nou niet of ik dat heb gefilmd. En het ging denk ik wel prima. Ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen. Want als ik dan ben gezakt, dan valt het altijd tegen. Toen ging ik even naar de Action en naar de HEMA. En om dat soort dingetjes ging ik even vaderdag cadeautje kopen. En toen zag ik bij de Action, zag ik deze. En heel veel mensen hebben deze al geprobeerd. En ik dacht, ik ga het even op mijn witte benen proberen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En nu kan het ook even intrekken. Dus ik ga even mijn benen gelijk scheren en dan doe ik dat. Dan heb ik dat lekker gedaan. Het is vandaag zaterdag. Het is al 4 uur geweest. Ik heb me net klaargemaakt. Ik heb de hele dag gewerkt. En ik ga zo meteen naar Floor de Nieuwe Kamer samen met Voske. Daar hebben we veel zin in. En ik moet een beetje opschieten, want ik ga dus voor het eerst weer met de bus. Omdat ik vanavond gewoon een wijntje wil drinken. Dus, wat ik wil. Dit is wat ik aan heb. Ik heb deze broek aan van Naked. Ooit met de Ananushin collectie volgens mij. Ik ga mijn tasje pakken. Ik moet een mondkapje meenemen. We hebben hele mooie bloemen gekocht. Die zal ik straks wel even laten zien. We hebben een vaas gekocht. En ja, omdat gewoon natuurlijk de nieuwe kamer is. Dus ik vond het wel leuk om dat even mee te nemen. We gaan lekker eten bestellen. En ik ga gewoon jullie lekker meenemen. Echt heel veel zin in om eindelijk even weer wat leuks te doen. Zeker omdat ik vanochtend moest werken. Dus jullie zien mij dan straks. Ja, ik wel. Portret vinden jullie mooier? Ja. Of niet? Oké, dan doe ik die even. Oké, ik ga zo meteen wel even vloggen. Wat doe je? Oké. Nee, ik vlog wel even dat ik een fotoshoot aan het houden ben. Oh. Zo. Jongens, ik heb een lange broek aan, omdat die... Oh, dat moest ik nog vertellen. Die zelfbruiner van... Nee. Die zelfbruiner van gisteren is echt helemaal mislukt. Kan jij dan? En we zijn nu in Leiden bij Plantsoen. Ja, bij jouw kant, we zijn goed. Oh. Ben je nu aan het filmen? Ik heb wel een beetje slecht licht als ik zo film. We kunnen wel zo alvast stoken. We moeten eigenlijk zo een filmpje maken. Ik ga steken. Oké, nou we gaan even lekker Mackie eten. Thank you. Kan echt niet. Maar zit het drinken hier ook, toch? Ja? Zit er ook in, toch? Ja, alles zit erin. Zo. Ja, hier is het drinken. Het is vandaag vaderdag. Ik heb me net klaargemaakt. Ik heb dit gymtopje aan. Ik zie nu wel dat mijn BH doorschijnt. Dus ik moet even kijken wat ik eronder ga doen. Ik ga nu een video opnemen. En daarom heb ik me helemaal klaargemaakt. Gisteren was echt super gezellig. En we hadden
Mackie besteld. Ook al was het niet helemaal goed gegaan. Uiteindelijk was het wel gelukt. En ik ga dus nu die video opnemen. Dus ik heb me even klaargemaakt. Ja. En ik ga gewoon vanavond even vaderdag vieren. Want ik ben dus met mijn moeder thuis. En ik heb cadeautjes gekocht. Dus mij had ik niet laten zien wat ik heb gekocht. Dat zal ik straks wel even laten zien. Want ik moet het nog inpakken. Dus ik ga even mijn camera klaarzetten. En dan ga ik een video opnemen. Oké, ik heb net de video opgenomen. Klein probleem. Ik pas dus helemaal niets. Ik had dus, het waren UK maten. Dus ik had alles in een 8 besteld. En sommige in een 10, want dan is maat 36, 38. Als ik het goed heb. En ik pas dus gewoon echt helemaal niks. Ik vind de kwaliteit er echt heel erg mooi uitzien. Maar wacht, ik zal even iets laten zien. Even mijn camera goed neerzetten. Dus ik weet even niet zo goed wat ik moet doen. Ik denk dat ik ze gewoon een mailtje ga sturen. Maar ja, dit is een jurkje. Ja, het lijkt net een shirt. Maar ik kom hier gewoon niet in. Nee, dit gaat hem echt niet worden. Dus ja, alles is veel te klein. Dus ik weet niet wat ze hiermee gaan doen. Ik ga het in ieder geval nu weer netjes in die doos doen, zodat ik het terug kan sturen. Ik heb even een berichtje gestuurd over die kleding. Ik moet echt weer naar school gaan, maar ik heb echt geen zin. Ik heb een pakketje gekregen van Coolblue. Ik had een nieuwe SD-kaart besteld voor mijn camera. Ze hebben het op de fiets bezorgd. Ja, de levering was echt heel snel. Ik heb er één met 64 gigabyte. Ik dacht, dat is wel heel erg handig. Dus die heb ik nieuw. Ik ga nu eventjes aan school werken. En dan moet ik straks ook nog eventjes werken. Dus dat moet ik ook gaan doen. Oké, het is vandaag maandag. Ik ben wakker geworden met twee ontstoken ogen. Ik denk niet dat je het ziet, want ik heb er gewoon mascara overheen gedaan. Maar mijn ogen zijn echt helemaal dik. Het doet ook best wel veel pijn. Maar ja, in ieder geval, ik ga zo meteen skileren met C. Dus ik heb even mijn sportkleding aan. En daarna ga ik naar de basisschool om te helpen met de musical. Nou, we gaan een film maken in plaats van een musical. Dus daar ga ik mee helpen. Dus ik ga denk ik niet heel veel filmen. Want ik ga er een andere SD-kaart in doen en zo. Zodat een musical op een aparte film wordt gemaakt. Op een apart bestand. Dus dan weten jullie dat. Ik ga in ieder geval nu even ontbijten. En dan zien jullie mij straks. Oké, het is vandaag woensdag. Nee, dinsdag. Ik heb echt nog helemaal niks gefilmd. Terwijl ik al echt een hele dag heb ik erop zitten. Ik ga zo naar stage, want ik ga de film van een musical ga ik maken. Dat ik gisteren ook verteld. Gisteren heb ik echt niks gefilmd. Ik ga straks lekker eten met Even op het strand. Dus daarvoor ga ik nog een foto maken. Dus ik ga vandaag nog wel hele leuke dingen doen. Alleen ik moet dus nu naar stage, maar ik dacht ik open de vlog even. Dus dan weten jullie dat. Voor de rest, er staan echt hele leuke dingen. De planning voor deze week ook minder leuke dingen met school. Maar ja, bijna klaar eindelijk. En ik moet nu wel echt naar stage toe. Dus jullie zien mij dan vanmiddag weer als ik met Eve ben. Oké, ik ben weer terug van het filmen. Dat ging echt super goed. Dus daar ben ik blij mee. Het kost wel veel tijd, maar dat maakt niet uit. Dus ja, ik ben klaar met filmen. Ik ga straks lekker naar het strand toe met Eve. Heel veel zin in. En ik kwam net thuis. En toen kreeg ik een pakketje van Naked. Van Chiquelle. Dus toen kreeg ik een pakketje van Chiquelle. En toen dacht ik, nou, die ga ik gelijk even opnemen. Ik zit even te kijken waar ik mijn camera ga neerzetten. Zal ik hem hier neerzetten? Het is zo heet. Het is echt niet normaal. Het is echt heel erg warm. Ik ga even hier zitten. Ik heb, zoals jullie weten, altijd weer een kortingscode voor jullie. Het was echt super snel hier. Echt heel erg blij mee. En ik heb geen idee. Ik heb best wel veel items geselecteerd. Stuk op 8 of zo. En ik krijg er volgens mij 4. Als eerst zie ik een... Oh, dit was een jurkje. Een heel leuk paars jurkje. En hij heeft dus zo'n rippatroon. En hij is in het lila. En ik dacht, dit is wel gewoon een simpel, leuk jurkje. En ik heb hem dus in een M genomen, zodat hij niet super strak zit. Maar gewoon een beetje losjes. Heel erg leuk. Ik ben benieuwd hoe dit gaat staan. En ik vind het dus heel erg leuk dat hij dit heeft. Dat hij zo loopt. Deze kan ik misschien morgen naar het strand aan doen. Ik moet even kijken. Ik dacht dat ik geen zwart had besteld.
Het is alweer een tijdje geleden hoor dat ik het door heb gegeven. Oh ja. Ik had een. Ik vond dit topje in andere kleuren ook echt heel erg leuk. Hij heeft namelijk zo'n. Ja, je ziet het dus niet heel goed. Maar van de onderkant van die ruffeltjes. Nee, je ziet het echt niet. Maar dat ziet er heel erg leuk uit. In het zwart. En hij heeft dus van die dikke bandjes. Heel erg leuk. En het is dus wel een kroptopje. Deze. Heel erg leuk. En deze heb ik in een maat one size. Oh, hier ben ik ook heel blij mee. Dan heb ik een sport BH. Ik heb hier dus al de broek van. Maar ik dacht hoe chill is het om ook even de BH erbij te hebben. Dus ik heb deze en het is in een donkergroene kleur. En ik heb hier dus de broek van. En deze heb ik in een maat S. En deze kleur noemen ze... Hoe noem je deze kleur? Kaki. Heel erg blij mee. Dus hierbij heb ik ook nog de broek. Maar die heb ik zelf al. Dan heb ik nog een heel leuk vestje. Heel vaak heb ik gewoon dat ik denk, ja, dit is net iets te koud. En dan weet ik niet zo goed wat ik er overheen moet doen. En toen zag ik dit vestje en die vond ik wel heel erg leuk. Het is in een one size. In een lichtgroene kleur. Echt een beetje een juffen ding. En hij heeft dus van die... Oh, hij heeft wel... Is die korte mouwen? Oh, dat wist ik niet eens. Maar het is dus zo'n soort vestje die je zo om kan doen. Een licht vestje. Deze is ook in het lichtgroen. En deze is... Oh, ze noemen de kleur mint. En hij is in een one size. Oké, ik ben met Eve en we zijn op het strand. We gaan lekker op het strand eten. We hadden gereserveerd, maar ik weet niet of dat is gelukt. Dus we gaan even kijken. Het is nu 6 uur geweest. Dus we gaan eerst even nog wat drinken. Misschien een borrelhapje. Lekker. Ik heb echt zin in bitterballen. Ja, ik ook. Misschien kunnen we dat wel doen. Ja, is goed. En met alles goed. Ja, we gaan lekker even chillen. Eve heeft net foto's van mij gemaakt in mijn witte jurkje. Die staat als het goed is online. Het is echt lekker rustig terwijl het heel warm is. Dus heerlijk. Wij gaan lekker zitten op het strand. Het slaat nog nergens op. Nee. Wel alsnog 2 uur op het strand gezeten hoor. Ja, we hebben heel lang op het strand gezeten. Oké, we hebben heel lang op het strand gezeten. En toen wilden we gaan avondeten, want we hadden daar even geborreld. Toen hadden we eigenlijk geen trek meer. En toen toch wel. En er was geen plek op het strand om te eten. Want je moest reserveren, wat we gewoon hadden gedaan. Dus wij gaan lekker Mackie eten. Zo erg dit. Dus we hebben lekker Mac gehaald. En we zijn gewoon... Maar we hebben dus lekker Mackie, wat we nu gaan eten. Zin in. Zit hier alles van mij in. Oh ja, ze doen nu Mac kroket in zo'n zakje. Hè? Niet meer in een doosje. Hier zit jouw drink ook in, hè? Ja. Kijk, ze doen Mackroket nu weer in. Nou, ik gooi het gewoon je rot. Nog een cola. Je hebt een trauma. Oh, lekker. Proost. Cola van de Mac blijft het lekkerst. Oké, het is vandaag woensdag. En ik ga zo meteen lekker naar het strand. Ik heb van die strips op om mijn tanden witte te maken voor een andere video. Daar ga ik zo meteen ook even beelden voor maken. In ieder geval, ik ga er zo meteen lekker naar het strand. Dus ik ben mijn spullen aan het inpakken. Ik denk dat ik pas daar weer ga filmen. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Het wordt vandaag 28 graden. Dus heel erg lekker. Ik moet eerder even langs school. Dus ik zit te twijfelen of ik dit aan kan doen. Of dat dit iets te heftig is. Ik ga in ieder geval nu die strips eraf halen. Zodat dat eraf is. Echt een vakantiegevoel gelijk. Oké. Wij zijn op het strand. En het is echt heel lekker. We zijn echt net aangekomen. Het duurde wel heel lang voordat we er waren. Oh, maar we hebben echt lekker ons eigen plekje. Ik ben dus met Denise op het strand. Ik weet niet of ik al had gevlogd. Nee. Even kijken. Zo. En we hebben Denise heeft lekker hapjes en zo gehaald. Fijn. Zijn dat Haviana's of niet? Nee, het zijn gewoon van de Nema's. Oh, maar ik heb precies... Dus ik dacht anders dan weten we niet meer van wie welke is. Ja, doe jij maar lekker een haarband. Even kijken hoe het zit. Ja, tuurlijk. En dan moet je wel los haar doen. Oké, okay, het is inmiddels 6 uur geweest. Ik heb ze mijn horloge niet om. Ja, 6 uur. Dus hoe lang hebben we op het strand gelegen? 4 uur of zo? Ja. Echt tijd snel gegaan. Ja, hoe lang waren we hier? Ja, zoiets. Ja, ik had dus ook nog een toets. Maar daar was ik heel vroeg mee klaar.
In ieder geval, we gaan zo meteen. We wilden eigenlijk op het strand eten. Alleen, we denken nu toch dat we liever niet meer op het strand willen eten. Nou, je benen zijn wel bruin geworden hoor. Ja, wel. Maar hier niet. Ja, ik ben echt bij. Stom. Mijn buik wordt nooit zo bruin. Oh, ik vind hem bij jou ook heel leuk staan. Ja? Nou, maar je moet wel je haar gewoon iets meer. Want nu heb je net een soort kuif. Oké, ik ben weer terug van het strand. Ik zie er echt niet uit. Ik ga zo meteen gelijk douchen. Alleen, ik heb dus dit hele leuke pakket van Nisa gekregen. Zo super lief. En dit is mijn lievelingspopcorn. Dus als je dit ooit weet, geef mij dit. Het is van Albert Heijn. En dit om cocktails te maken. Echt heel erg leuk. Want ik vind dat ook echt heel erg leuk om te doen. Ik ga nu snel douchen. En dan morgen de hele dag stage. Oké, het is vandaag. Welke dag is nou vandaag? Donderdag. En ik heb vandaag de hele dag stage gehad. Ik heb me net even klaargemaakt. Want ik heb namelijk de verjaardag van Ijs. Dus ik moest me heel snel klaarmaken. Ik heb mijn haar maar even gekruld zodat het er iets beter uitziet. Want ik was echt verwilderd na stage. En ik heb gewoon een heel simpel jurkje aan. Want het is echt super super heet. Dus ik dacht dit is wel handig. Ik weet niet wat ik daar ga filmen. Ik ga wel mijn camera meenemen. Maar ik ga eerst heel snel even deze pluk nog een beetje krullen. En dan word ik zo opgehaald. Dus dan ga ik lekker naar IJs toe. Oké. Ik ben weer terug van de verjaardag. Volgens mij heb ik niks gefilmd. Of bijna niks. Mijn haar is helemaal uitgezakt. Ik moet zo meteen echt vroeg gaan slapen. Want ik heb morgen dus een toets. En ik zit dus even te twijfelen. Maar vorige keer was ik volgens mij mijn video op vrijdag begonnen. Ja. Dus dan denk ik dat dit ook het laatste is wat ik film. Ik moet nog even kijken. Ik hoop dat jullie het wel een hele leuke vlog vonden. En ik zou het ook super leuk vinden als jullie een duimpje omhoog doen. En abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!